voedselbos is een nieuw systeem waarbij we gaan kijken van, nou ja, kunnen we uit alle lagen van het bos, dus vanaf de bodem tot boven de kroon, bomen en struiken zetten die voedsel kunnen leveren voor ons mensen, voor de dieren, die interessant zijn voor de boel ook vast te leggen voor CO2, duurzaamheid. Dus dat we de bossen compleet anders gaan inrichten. Met name in de landbouw is daar veel aan te halen. Omdat je nou weer de natuur eigenlijk meer terug introduceert in je landschap. Dat is eigenlijk het basisidee van het voedselbos. Ja, dat is ook een stuk voor de biodiversiteit, zodat er meer vogels en meer verschillende planten en dieren op afkomen. Uiteindelijk hebben de jongens, de vrijwilligers zou ik maar zeggen, moeten aansturen, de beplanting uit moeten zetten. Ze hebben de gaten al klaargemaakt, ze hebben de kleine kinderen niet meehelpen. En daarna was het aan hun om te zorgen voor instructie en dat de boel goed liep. En als het goed is, heb ik alleen maar met mijn handen over elkaar gestaan. En dan is het goed geweest. Dan is het een beetje alvast gaten graven en de bomen een beetje op de goede plek zetten. Zodat je heel erg makkelijk kan zeggen van oké, hier heb je de bomen, plaats ze daar, daar en daar. En dan een beetje zorg dat het een beetje goed loopt. Ja, het was wel leuk om de kinderen eigenlijk buiten te zien. Dat ze er toch wel echt van genieten en dat ze zoveel mogelijk werk proberen te verrichten. Ja, dat is gewoon de toekomst, zeg maar.